Welkom terug in de keuken. We gaan door naar gang nummer 3. Ik hoop dat het tot nu toe allemaal gesmaakt heeft. Voor deze gang hebben we eigenlijk een viscake gemaakt op basis van gepekelde kabeljauw. Dus wat doen we? We maken een mooie vars van gepekelde kabeljauw. Die hebben we voor jullie alvast gegaard en op smaak gebracht. Dus het enige wat jullie moeten doen is dit opwarmen zo. We hebben in een ander vacuümeerzakje een velouté gemaakt van gebarbecuede knolselderij. Je ziet hier dat er twee verschillende componenten zijn eigenlijk. Dat gele, dat is een olie gemaakt van Varivan. In dit bakje hebben we een mix gemaakt van verschillende paddenstoelen met wat knolselderij ook. Hier hebben we een krokantje gemaakt van knolselderij en in bruine boter gebakken hazelnootjes. Klein pakje hebben we een compot van paddenstoelen met wat witte miso. En om het gerecht af te maken hebben we wat kiempjes van prei. Wat je nodig hebt is een koekenpan en eigenlijk een pan met kokend water. Ik zet een wekkertje op 2 minuutjes. Ik zet het vuur uit van het kokend water. Dus de temperatuur houdt hij mooi. Ik leg de viscake erin. En ik leg het bakje met de velouté erin. En erbovenop zet ik het bakje met de paddenstoelenkompot. 2 minuutjes is meer dan genoeg, want het is al gaar, het hoeft alleen warm te worden. In de tussentijd zet ik de koekenpan aan. En dan kan ik mooi de paddenstoeltjes bakken. Als je het goed doet, sluit alles precies op elkaar aan. Okay. Houd dit goed in de gaten. Je kan de viscake een beetje omdraaien als je wil. Wat heel belangrijk is dat je echt het zuur uitgezet hebt. Dus dat het water niet meer kookt, want anders smelten de zakjes. En dat is niet wat je wil. Okay, dus er zitten 3 stukjes knolselderij bij per persoon. Die haal ik heel eventjes eruit. Als de pan warm is, dus dat voel ik eigenlijk, ik denk 3 centimeter boven de pan zelf voel ik of hij warm is. Dan kunnen de paddenstoeltjes erin. Je ziet hier dat dit al, het begint al mooi. Ik heb hier nog 15 seconden op de timer, dus ik zet alvast een bordje klaar. Dan kan ik het eruit halen en dan kan ik het daar opzetten. Paddenstoelen mooi bakken. In de tussentijd gaat de timer af. Dus ik haal alles uit het kokende water. Kijk echt uit dat je je handen niet verbrandt. Zodat de paddenstoelen een mooie goudbruine kleur krijgen. Dan doe ik de knolselderij weer bij. De knolselderij is al gaar. Je ziet dat die mooie goudbruine kleur een klein beetje zo doet. En afmaken met een klein klontje boter. Hier zet ik het vuur ook weer uit. Anders gaan die melkbestanddelen in de boter die gaan verbranden en dat is niet wat we willen. En die paddenstoelen, dat zijn net sponsors, dus die nemen nu alle smaak op. En die kun je gewoon eventjes hierin laten zitten. Nou, in de tussentijd, dit heb ik uit het water gehaald, dus dit is mooi warm. Ik heb de viscake in het midden van het bord.
Daar bovenop kan je mooie champignon met miso compot doen. Haal de knolselderijtjes uit de koekenpan. Leg die mooi eromheen. Paddenstoelen mooi erbovenop. Okay. Knip je het zakje met de velouté open. Ik knip een klein hoekje eruit. Dan kan je heel makkelijk schenken. Zorg wel dat je zakje droog is. Anders komt al het water wat je uit die pan had, komt op je bord en dat wil je niet. Als je dit gewoon mooi eroverheen schenkt. Daar bovenop kunnen die preikiemen. En als finishing touch de krokantjes van knolselderij en hazelnoot. Zorg om het gerecht mooi af te maken. Zo, eet smakelijk.